jaar geleden kwam hun eerste album uit en over 30 jaar zullen we erop terugkijken als een unieke Belgische band met een constante kwaliteitscarrière. En vandaag doen ze op Studio Brussel wat ze anders niet zo opvallend veel doen, DJ'en. Ik heb Goose in de studio. Hallo Tom, hallo Mika. Hey, hey. Hoe is het met jullie? Goed, goed. Blijer te mogen zijn en eens iets anders te mogen doen. Ja, het is iets anders. Hè? Jullie gaan DJ'en. Jullie doen het af en toe wel, maar niet zo gek veel. Nee, we doen het omdat we het graag doen. En ja. Dus ja, als de mensen ons vragen, dan doen we het met veel plezier. En gaan jullie ook iets van jullie zelf spelen? Ja, we gaan een aantal dubs spelen, remixes, originele tracks, aangevuld met de songs die we, waar we graag op dansen. Ah, de max. Ja, dus het is eigenlijk een feestje voor onszelf en als je wilt, mag je meedoen. Oké, iedereen invited op de Goose DJ Party. We zijn eraan begonnen. Welkom iedereen, dit is Goose DJ Set op Studio Brussel. We'll be right back.
I like your booty, like your poop. 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 Shake it, baby, and make it dirty. I like your booty, like your poop. 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 Shake it, baby. I make it dirty. I like your booty, like your poop. 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 Shake it, baby. I make it dirty.
Vakantie is begonnen en het weekend is bezig. En omgekeerd, je bent bij de DJ-set die Goose hier voor jou aan het doen is op Studio Brussel. Mikael en Tom van Goose. Mikael, deze zomer treden jullie een paar keer op met de Full Band op Roxottegem, op Cactus, Brussel Summer Festival. Ook wat shows in Nederland. Maar op zaterdag 5 augustus, Mikael, ga jij iets anders doen. Iets wat mensen die ook houden van wat jullie hier nu aan het doen zijn, zeer tof gaan vinden. Ja, ik mag gaan draaien in de Red Bull Electropedia Room op de Lokerse Feest. Wie speelt daar die avond nog? Weet je dat? Ik heb de line-up bij mij. Errol Alkan speelt er. Dus we hadden gelukkig weerzien zijn. Kijk er heel hard naar uit. En Riton, ook op jullie podium? Mega fan van Riton. Voilà. Zaterdag 5 juli, Mikael van Goose met een DJ-set op de Lokerse Feesten. Maar nu, hier, vandaag al, op Studio Brussel voor jou, de Goose DJ's. Ik heb een lieve nodig. Ik kan niet doorgaan. Ik moet toch zeker zijn. Ik kom dan van space. Ik wil wijzen op ik kan doen. Mijn lieve is zeker. Mijn lieve is zeker. We'll be right back.
spacer vrouw. Ich will in deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch sicher sein. Ich komme dann von Space. Ich will weisen, ob ich kann tun. Meine Liebe ist Sieger. Meine Liebe ist Sieger. Thank you.
Rice chocolate. Blanco chocolate. Chocolate bianco. Witte chocolate. Chocolate bianco. White chocolate. Branco chocolate. Chocolate branco. Chocolate.
where are we going? Is it still far away? Where are we now? Is it still far? I don't remember. Where are we going? Is it still far? Where are we going to now? Was een DJ-set van Goose op Studio Brussel. Tom, Mikael, goed gedaan. Merci. Dank u wel om ons te inviteren. We hebben ervan genoten. Het was helemaal anders. Ja? Met koffie, plat water, toch wel heel anders. En ook witte chocolade helemaal op het ook einde, denk ik. Witte chocolade. Hè? Ja, dat is een nummer die we een tijd geleden hebben opgenomen met Mixhell. En ja... Toen dat dit deugt om dat dan op te leggen, dan denk je aan die dag in de studio. Oh. Ik heb ook Etienne de Crécy gehoord, Alex Goffert, Toca Disco, Cassius Pharrell en Cat Power en natuurlijk ook een paar nummers van jullie zelf. Daarom niet per se in de versie die iedereen kent van op platen. Mm-hmm. Het was cool en ideaal, zo helemaal in het begin van de vakantie. Blij dat jullie hier waren. Blij dat we er waren en de toon is gezet, denk ik. Ja. Op naar de volgende barbecue. En deze zomer kunnen jullie barbecuen, maar sowieso gaan jullie ook spelen live met de band op Rock Zottegem, op Cactus Festival, ook Brussels Summer Festival en. Mikael, op zaterdag 5 augustus, jouw DJ-set op de Lokerse Feesten, samen met Riton en Errol Alkan. Juist, inderdaad, hè? Inderdaad. Je kan dat alleen maar bevestigen. Absoluut. Fijn dat jullie hier waren. Dit waren de Goose DJ's op Studio Brussel. Bye-bye. Studio Brussel.